Maurice, terechte winnaar? Ik vind op basis van vanavond wel. En het is heel vaak dat iemand een soort gedoodverfde winnaar is. En Laura was natuurlijk technisch de beste schaatser, maar het is een show. En er geldt ook emotie en een gunfactor. En dat komt allemaal samen. En ik vond dat sterretje in de Moulin Rouge routine vanavond echt boven zichzelf uitsteeg. En als je denkt na een paar weken dat je een lift durft waar iemand gewoon met een hand omhoog steekt. En je hebt nog nooit geschaatst op die manier. Dan vind ik dat wel overwinning waard. Ja. Ja, want zij waren ook echt er zelf zwaar geëmotioneerd door dat het zo goed ging. Ja, maar Tony is zo ontzettend serieus bezig geweest met dit doel bereiken. Hij wilde zo graag dat Nederland een ander beeld kreeg van zoals ze hem al eerder kenden. En dat werd zo serieus met de week meer en meer. Dat, ja, dan komt het allemaal vanavond samen en dan neemt de emotie ook de overhand. Dus ja, dat begrijp ik wel. Van face-based naar schaatsheer. Ja, absoluut. Maar ik heb al in een van de eerste shows gezegd, laten we dat Gert zo nou vergeten. Want hij bewijst nu dat hij wel meer kan dan drinken en feesten. En dat heeft hij vanavond echt dubbel en dwars bewezen. Het is een echte entertainer. Dat is hij zeker. Hij is een entertainer, maar hij is ook een echte schaatser. En heb je al een uitnodiging voor het bruidsmeisje gekregen? Een uitnodiging als bruidsmeisje, ja, dat zou wel fijn zijn. Bloemetjes strooien, ja. Ja, nou, ik zal er serieus over nadenken. Dankjewel. Alsjeblieft.